B10 Basics Tutorial. Hi, ik ben Monique van B10 Basics. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe tutorial. Vandaag ga ik laten zien hoe je deze armbandjes kunt maken. En ik zal eerst even laten zien wat je nodig hebt. Grote kralen. Ik heb hier kralen van 8 mm. Kost 30 voor een euro. Vetenklemmetjes van 6 bij 8 mm. Stukje jasseron. Knijpkralen, sluitingen, een nylondraad om de kralen op te rijgen, plakband om het vast te plakken, tangetje, schaar en satijnkoord. Je hebt 3 meter voor 50 cent en in allemaal verschillende kleuren. En je kan de armbandjes maken met één kleur zoals deze grijze of met twee verschillende kleuren. Je rijgt eerst 15 kralen op het nylondraad en dat maak je dan vast aan de vetenklem met een knijpkraal. Knijpkraal erheen door het oogje van de vetenklem en dan weer terug. En dan knijp je het even aan. Uiteinde afknippen. Dan pak ik nylonkoord. Ik doe het met één kleur, dus ik gebruik 1 meter. En anders heb je 50 centimeter van de kleuren nodig. En dit knijp je tussen de vetenklem. En nu kun je dan beginnen met het armbandje knopen. Oké, ik heb even een knoopje aan de onderkant van de kraaltjes gemaakt, zodat je dat gewoon kan laten hangen en het vastgeplakt op de tafel. Nu gaan we het armbandje knopen. Je maakt steeds met het satijnkoord een lusje om het nylonkoord. We beginnen met rechts. Je doet het draad eronder door en dan pak je het er doorheen en dan heb je een lusje om het nylondraad. Dat doe je ook het aan de andere kant. Het koord doe je er onderdoor. Door het lusje. En dat trek je aan. Dan heb je aan beide kanten een lusje gemaakt. Dan doe je een kraal ertussen. En dan ga je weer aan de rechterkant. Het koord er onderdoor. Draad er doorheen. Aantrekken. En aan de andere kant. Het satijnkoord onder het nylondraad. Doorheen en aantrekken. Nou, dit is dan de eerste slag, zeg maar. Nou, dan weer een kraaltje. Lusje. Nog een lusje. Nou, en dit krijg je dan. En zo ga je door totdat de armband lang genoeg is. Oké, ik heb nu alle lusjes gemaakt. Nu gaan we de armband afwerken. Je maakt eerst nog even een knoopje van de beide stukken satijnkoord. Dan doe je daar de vetenklem aan vast. Het gaat altijd heel erg pluizen, dus om het netjes in die klem te krijgen kan je een beetje nagellak erop doen of wat heel snel werkt is even aansteken bij. Wel voorzichtig, ik wil geen comments hieronder van ik heb brandwonden of moest naar de EHBO want ik was met een armbandje bezig. Dus doe gewoon voorzichtig met die aansteker en anders kan je gewoon een beetje nagellak erop doen. En dan heb je het netjes tussen die vetenklem en dan kan je het stukje nylondraad met een knijpkraal ook nog aan het klemmetje maken. Als laatste maken we de sluiting eraan. Je pakt gewoon een stukje jasseron. Dan kun je één ringetje eraf halen. En die gebruik je om de sluiting eraan te maken. Het is altijd lekker priegelwerk, maar je moet hem wel goed dichtknijpen.
Zo. En aan de andere kant doe je de rest van het jas rond. En dan heb je meteen een verlengstukje voor je armband. Dan is hij en makkelijker om te doen bij jezelf. En als je ook armbanden verkoopt, is het makkelijk, want dan ja, past hij als voor mensen met een kleine pols en mensen met een grote pols. En het ziet er gewoon netjes uit. Kijk, hier heb ik ook net een stukje jas erom afgewerkt. Nou, en dit is je armband. Zoals hij zegt, hij kan met één kleur satijndraad. Hij kan ook met twee kleuren. Je kan natuurlijk ook allemaal verschillende kleuren kralen gebruiken. En je kan hem ook maken zonder kralen in het midden. Dan krijg je dit effect. Hier zit in het midden dus niet een rij met kralen, maar zit in het midden ook gewoon een stuk satijnkoord. En in plaats van dat je dan de lusjes om het nylondraad maakt, doe je ze om het satijnkoord. En dan krijg je dit effect. Dit is met satijnkoord en je kan het ook met waxkoord maken. Dan wordt die wat dunner en wat fijner. En het leuke van deze armbanden is dat je er ook nog zo leuk kan versieren. Bijvoorbeeld met studs. Dit zijn van die doordrukstuts. 25 voor een euro heb je er. En omdat het gewoon stof is, of stof, ja, kan je ze gewoon zo heel makkelijk er doorheen drukken. En dan moet je het aan de achterkant natuurlijk even goed vastmaken. Maar dit is dan het effect wat je krijgt met studs erop. Dus ja, eigenlijk één techniek en je kan er allemaal verschillende varianten op bedenken. Dus ik zou zeggen, leef je uit. Nou, leuk dat je weer keek naar een nieuwe tutorial. Hieronder staat een link naar al het materiaal dat ik gebruikt heb. En als je een bestelling doet in mijn webshop voor 15 euro, dan krijg je ook nog het Beads & Basics magazine erbij. Er staan nog veel meer tutorials in, allemaal leuke interviews, fashionfoto's, echt van alles voor iedereen die het leuk vindt om sieraden te maken. Dus neem vooral een kijkje en tot de volgende keer. Doei doei!